spannend, dat is spannend. Maar goed, wel de beste. Daar zit Batterson natuurlijk bij. Jullie hebben een nieuwe aanwis. Scarface. Ja, klopt. Pas vorige week. Wat was jouw gedachte daarbij? Toen dat, want nou, jij weet het waarschijnlijk al eerder natuurlijk. Ja, dit keer eigenlijk niet echt. Oh, dit keer niet. Ja, maar we waren altijd cool met Scarface, snap je? Dus die band was zo al met iedereen. Ik ben ook eigenlijk een klein beetje benieuwd wat hij gaat doen, weet je. Mm-hmm. Ja. Hij kan wel bij het label zitten, maar ja. Als artiest zijn ben je ook benieuwd wat hij gaat doen. Maar wat ik wel weet, hij is wel echt hongerig. Ja. Snap je? Ja, ja. Hij is ook van Amsterdam, snap je? Ja. True. Dat is wel mooi, man. Die man was wel echt die tijden. Aan 2011, 2012. Aan. Zeker. Dus er zijn wel misschien wat mensen luisteren die dat niet hebben meegemaakt. Je toch jong in school. Maar Scarface was rond 2011, 2012 een van de grootste beloftes van de scene, man. Ja, man. Die hele Belmer flow, zeg maar. Ja. Kom check, hem. Check Edel, wow, check Scarface, Predator. Ja. Predator. Cypher, en hij komt dom. Kick it net. Voor wie kwam Kick it net? Geila. Geila. Mijn favoriete was die wel, hoor. Kick it net, hij was... Van wie kwam het? Of was het Raskoes? Ik weet niet, man. Ik ga niks zeggen hierin, toch? Want mannen kijken terug. Maar was Bims in ieder geval. Maar gewoon Bims, sowieso Bims, man. Sowieso Bims, je weet toch? Maar dat was echt een Belmer flow die... Ja, ik weet niet. Ik had het nooit eerder gehoord, man. Het was wel grappig dat het ook een soort van... Op een gegeven moment had je die promo-rap, zeg maar, op zo'n beat. En zijn iedereen pakt die flow. Ja, true, Sandy Beaters. Ja. Maar heb jij dat meegekregen, die Belmer-tunes van vroeger? Gewoon die oude Scarface-tunes? Ja, zo Scarface luidt het sowieso wel. Ik ken hem wel van vroeger, hoor. Ja. Ik weet al wat je zegt, Geila en zo, gekke pokkels. Ja. Dus daarom met de nieuwe lichting, ik ben benieuwd, weet toch? Dus ik beloof wat te komen, zeg maar. Ja, man, hij was echt een grote belofte. Er is nooit echt wat van gekomen. Als je zag wat voor potentie hij had, die ene cypher bij 101 Bars, man. Ja, die was ook gek. Toen maakte stuk, hoor. Met al die anderen, toch? Die Vice had je. Ja, man. Daarom, maar ja, daarom is die man nu extra hongerig, toch? Want hij weet van, het is misschien echt helemaal wat hij uitgekomen. Hij was op andere dingen. Zeker. Maar die man komt back, man. F.I. heeft ook album. Ja, man. Steeds meer Green Gang leden zijn weer terug aan het komen met muziek. Broertje zit nu bij Van Klasse ook. Ja, man. Je broertje? Ja. Dat wist ik niet. Ja, man. Verbaas me niet, man. Ja, bro. Ik weet wel wie het is, maar ik wist niet dat hij daar getekend. Oh, kerstkaart.